Hallo allemaal. Ik dacht ik ga even een filmpje maken, want ik had wat leuks gedaan via Temu. Ik pak het er even bij. Wat ik heb gehaald is Lash Lift. En dat was via Temu. Volgens mij heb ik er iets van 8 euro voor betaald of zo. Maar het resultaat was beter dan verwacht. Dus ik laat heel even het van dichtbij zien. Kijk, maar ik heb nu dus geen mascara op. Maar mijn wimpers staan dus helemaal rechtop. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien, want ik heb hier niet super goed licht. Nu dacht ik, als ik nou even uitleg hoe je het aanbrengt, zijn er misschien meerdere mensen die dit willen bestellen. En het scheelt je gewoon een hoop geld. En ik hou zelf altijd van weinig make-up dragen. Ik heb nu ook helemaal niks op, omdat ik dat gewoon fijn vind. Maar ja, zo'n lash lift is wel heel fijn. Kijk, nu volgens mij zie je het hier al iets beter. Dus daar normaal gesproken stonden ze recht naar voren. Nou, hoe doe je dat? Maar dit krijg je dus binnen. En wat je dus als eerste moet doen is, je hebt hier nummertje 1, 2, 3, 4. Je gaat eerst met 4 ga je ervoor zorgen dat je wimpers helemaal schoon zijn. Dus niet dat je slaap in je ogen hebt of nog resten van mascara of zo. Dan pak je dus de lijm. Deze. En je hebt hier van die mooie doosjes. Ik pak ze even allebei. Dan kan ik het jullie laten zien. Daar heb je dus deze bij zitten. En dat is om je wimpers naar boven te drukken. En je hebt hier, heb je dus, pets. En daar moeten je wimpers tegenaan komen. Dus wat je doet, je hebt verschillende maten. Volgens mij heb ik zelf een S'je gebruikt. SM was dat. SM. dat was voor mij ogen prima. Maar je hebt ook grotere maten. Dus dat moet je even zelf passen of het goed zit. Maar wat je dus doet is, je pakt de lijm. Die ziet er zo dus uit. En je zorgt ervoor dat je alles inlijmt. Dus die pet moet met lijm zitten. Dan plak je hem dus op je oog. Dus op, maar ook op de rand van jouw wimpers. Dus jouw wimpers moeten er overheen vallen. Ik ga het nu even niet, omdat ik het zelf al heb gedaan, ga ik het niet opplakken. Maar ik ga het jullie wel uitleggen. Op het moment dat dit dus vastgeplakt zit op jouw oog, dan, wat ik heb gedaan, is dat ik hier dan weer lijm overheen plak. En dan ga ik dus met een borsteltje. Deze krijg je er overigens niet bij, dus die kan je eventueel los bestellen. Maar ik had ze nog thuis. Ga je die er zo, je wimpers, op die pet kammen. En wat ik daarna heb gedaan, is deze dus te pakken. Want dan heb je dus al je wimpers mooi naast elkaar. Dan met die het nog strakker te trekken. Wat je dan doet, is dat dan zitten jouw wimpers dus hier tegenaan. En dan kijk je eerst of je het mooi vindt. Dan pak je nummertje. Ik pak dit, ik hou dit even af. Dan pak je nummertje 1. En dat is dus gewoon een open flesje. Moet je even het dopje van afhalen. Dan ga je dus met een wattenstikje, ga jij over je wimpers die dus al op die pet zitten, ga je daar overheen. En dat laat je 12 minuten intrekken. Wat ik daarna heb gedaan is, want op het moment dat het wat warmer wordt, dan blijft het beter zitten. Dus de werking ook beter. Dus ik heb een doorzichtige folie gepakt en op mijn ogen geplakt voor 12 minuten was het ongeveer. Daarna pak je dus weer nummertje 4. Dus deze. En ga je dus met een watje, kam je het weer naar, of dan druk je het weer naar boven dat het een beetje schoon is. Dat gelei van nummertje 1, stinkt overigens wel, dat er dus af is. Dan, als je dat dus gedeeltelijk eraf gehaald hebt, dit moet je al die tijd laten zitten. Dan pak je nummertje 2.
doe je weer precies hetzelfde. Weer met een wattenstikje eroverheen en weer 12 minuten laten zitten. Op het moment dat je dus 12 minuten hebt laten zitten, dan pak je weer nummertje 4 en dan maak je hem weer schoon. En dan ga je dus proberen met nummertje 4 ook gelijk dat lijm overal vanaf te krijgen. Ook voorzichtig achter wimpers. Dus uiteindelijk dan ga je dat petje eraf halen, want dat zit natuurlijk vol met lijm. Op het moment dat je dus die lijmresten weg hebt, dan pak je nummertje 3. Want dan is je wimpers zijn dus helemaal schoon. En dan doe je dus met die lotion is het. Dan doe je ze nog even insmeren. En dan zou het als het goed is 4 tot 8 weken moeten blijven zitten. Dus ik kan jullie dat nog niet vertellen hoe lang het blijft zitten. Maar ik heb echt in mijn ogen gewreven met water erop. Van alles en nog wat gedaan. En ze staan nog steeds gewoon hartstikke rechtop. Dus ja, dat dus. En dat is hoe je lashlifting zet. Dus ik hoop dat jullie wat hebben aan mijn filmpje. Ik zou het linkje delen in de bio. Ik weet niet of dat kan, maar ik ga daar even voor kijken. Nou, veel plezier ermee. Ik hoop dat jullie er net zoveel plezier van hebben als ik. Doeg!